Gisteren, vrijdag 11 januari 2019, hebben Henneke en ik onze normale Coinonia Live-uitzending gemaakt en op internet geplaatst. Een deel van die uitzending was gewijd aan een bespreking van de zogenaamde Nashville-verklaring. En drie fragmenten uit die bespreking hebben we hier even bij elkaar gezet, omdat er nogal wat belangstelling voor is geweest. Met name nu in dit eerste deel over de historische achtergrond en het effect van de publicatie daarvan in Nederland. Fragment 1. Nou, ik vind het ook een heel erg lastig onderwerp. Vooral omdat het weer zo'n enorme polarisatie geeft. Hè? Ja. En ze geven zo'n verklaring uit, dat vind ik allemaal best. Maar dan is het meteen hoe is de uitdrukking van dik hout staat men planken. Je bent voor of je bent tegen. Mm-hmm. En de hele samenleving bemoeit zich ermee. En er wordt zelfs een proces, wellicht een proces gevoerd tegen Van der Staaij. Ik bedoel, dat zijn allemaal wel die pittige dingen. En dan denk ik, ja, je kunt eigenlijk in zo'n gesprek nooit, tussen aanhalingstekens, iets winnen. Hè? Want als je voor bent, dan zeggen de tegenstanders, je bent een achterlijke orthodox, je bent een fundamentalist. En als je tegen bent, dan zeggen de orthodoxen, je bent misschien geen echte christen. Mm. Dat is de situatie waarin deze verklaring terechtkomt. Mm-hmm. En dat is buitengewoon ongunstig voor een gesprek over deze lastige zaken. Ja. Maar het tweede punt wat ik meteen wil zeggen, wat ik ook heel erg betreur, nou komt er eens een keer een verklaring. Op zich ben ik het wel eens met het feit dat er een verklaring komt een keer. Hè? Dus dat, laten we zeggen, de meer bijbelgetrouwe christenen nou eens samen gaan zeggen, dit is waar het op staat, dit willen we nog even kwijt. Nou, dat vind ik helemaal geen vervelende zaak. Maar dan moet het weer gaan over wat naar mijn gevoel een heel ondergeschikt onderwerp is. He, want kijk maar naar Romeinen 1, zelfs in die passage waarin we velen toch wel lezen dat homoseksualiteit absoluut verboden is. Zelfs in die passage wordt het maar als één van de zonden behandeld en eigenlijk niet eens als de zwaarste. Mm-hmm. Ja. He, Paulus behandelt het daar als een... En dan bedoelt hij de homoseksualiteit zoals dat in de Griekse en Romeinse wereld aanwezig is. Die vorm van homoseksueel gedrag ziet hij als een uitvloeisel van Gods oordeel over de mensen. Maar dan heeft hij het dus ook over excessen en over homoseksueel gedrag in feite van heteroseksuelen of van biseksuelen zou je kunnen zeggen. Hij heeft het helemaal niet over datgene wat wij nu onder homoseksualiteit verstaan. Maar goed. Alleen al het feit dat we nu een testcase maken van de houding tegenover seksualiteit vind ik zo jammer. Waarom hebben de samenstellers van deze verklaring, de vertalers althans, hè, dat is Piet de Vries, docent aan het seminarium voor de Hersteld Hervormde Kerk in Amsterdam aan de Vrije Universiteit, en de evangelist Arjan Baan, die hebben dat samen willen opstellen, die hebben de initiatief daartoe genomen. En toen is er een hele grote groep gekomen uit de Gereformeerde Bond, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk, niemand dus van de PKN, tussen haakjes, die hebben die tekst vertaald en die hebben daar die pastorale notitie nog aan toegevoegd. En dat is een discussie die in Amerika al een tijd lang gespeeld heeft, maar die al inmiddels in 2018 helemaal tot bedaren is gekomen. Want de oorspronkelijke Nashville Statement, die is van 28 augustus 2017. Dus dat is toch nog een aardig end in het verleden. Nou ja, goed, aardig end in het verleden. Laten we zeggen 1 jaar en 3 maanden, hè, zo ongeveer. Maar het is daar gaande geweest. En dan komt in januari 2019, dat stuk dan in Nederland. Het is wel apart. Het heeft in... toen men ging tellen, in januari van dit jaar, die Nashville Statement heeft in de Verenigde Staten 22.000 ondertekenaars gehad. Dat is niet veel. En wat ik wel opvallend vond, is dat veel van onze helden, zoals John MacArthur en anderen uit diezelfde groep, zeg maar, Albert Mueller en dat soort mensen, dat die allemaal bij die ondertekenaars behoren.
Hier hebben ze trouwens de ondertekening op internet hebben ze stopgezet. En ze sturen het ook niet meer aan predikanten. Dus er wordt even pas op de plaats gemaakt ermee. Is wel erg geschrokken van de enorme aanvallen die er kwamen. Maar 22.000 in de Verenigde Staten, een paar honderd misschien in Nederland. Hè, van de paar duizend predikanten die er zijn in Nederland. Ja. En wat moeten we daar nou mee? Er is een hele andere situatie in de Verenigde Staten. Kijk, in de Verenigde Staten hebben ze een tijd geleden, dat is in de 80e jaren gebeurd van de vorige eeuw, hebben ze de zogenaamde Chicago Declaration gehad. De Chicago Declaration on Biblical Inerrancy. En dat was een heel groot hangijzer. Men vond het nodig om tegenover de andere protestantse kerken, de grotere protestantse kerken, zoals de Anglikanen en de Presbyterianen en de Episcopaalse kerk, die allemaal in hun ogen wat vrijzinniger waren geworden, om nou eens in één keer heel duidelijk te zeggen, sola scriptura, de schrift alleen en de schrift is betrouwbaar en de schrift is feilloos enzovoort. In de Waarheidsvriend een artikel over Willem Ouweneel met diezelfde pointe eigenlijk, hè, laten we het scheppingsverhaal weer serieus nemen. Maar de Chicago Declaration ging dus over een echt kerkelijke strijdvraag. Maar met deze Nashville Statement van een hele gespecialiseerde groep trouwens. Dat komt van de Council on Biblical Manhood and Womanhood. Dus er is een heel speciale stichting die zich bezighoudt met het Bijbelse beeld van mannelijk en vrouwelijk. Dat hebben wij hier helemaal niet. We hebben hier helemaal geen heftige discussie over homoseksualiteit. We hebben een rustig gesprek binnen de kerken daarover, binnen de gemeente. Gemeenten laten elkaar ook in beginsel vrij om daarin eigen wegen te gaan. Te dragen, ja. En nou ineens is alles in oproer en moet je voor of tegen zijn. Hè? Ja. En nou, zoals ik daar straks al zei, als je voor bent, dan zullen de tegenstanders je verketteren. En als je tegen bent, zullen de voorstanders je verketteren. En om alvast eventjes te laten merken wat toch heel bezwaarlijk is aan dit geheel. Dat is het artikel, welk artikel is het ook alweer? Oh ja, artikel 10. Artikel 10 van de Nashville-verklaring, over polarisatie gesproken. Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt, wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn. Dus je mag het niet goedkeuren. Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen. Dus je mag ook niet van mening verschillen. Dus in het artikel wordt eigenlijk het fundament voor die polarisatie gelegd, want als je het om wat voor gronden dan ook niet eens bent met de verklaring, dan wordt hier eigenlijk simpelweg gezegd dat je fundamenteel afwijkt van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden, en dat je getuigenis dus eigenlijk waardeloos is in de wereld. Ja. En je mag daarover geen verschil van mening hebben. Nou, wie afwijkt van de Nashville-verklaring is dus eigenlijk geen christen. En dat is wel, vind ik, een beetje kwalijk. Die hele term fundamentalisme, die komt daar vandaan dat men in 1911, 1912, in ieder geval het begin van de 20e eeuw, een aantal hele fundamentele geloofsovertuigingen op een rijtje zette en zei van dit zijn de fundamentals. En zo heette ook een serie boekjes over die hele fundamentele leerstellingen. En het idee was dat als je die fundamentals niet accepteerde, dat je dus niet tot die groep van evangelische christenen behoorde. He, dus dat was ook een zaak van waren kwesties waar de belijdenis van de kerk mee stond of viel. He. Dus dat was ook al polariserend, maar dat ging nog gewoon over hoofdzaken. Ik vind dat een tekst als deze, die de suggestie wekt dat het, het belang heeft van Nederlandse geloofsbelijdenis of van de Heidelbergse catechismus, die als ware eens en voor altijd de leer van de christelijke kerk wil vastleggen, dat het dan gaat over seksualiteit, over homoseksualiteit, dat vind ik dan erg jammer en een beetje
arrogant om te menen dat het dan daarover moet gaan. Waarom gaat het niet over onze houding tegenover rijkdom, materieel bezit? Met name in Amerika zou ik denken dat daar nog wel het een en ander over te zeggen zou zijn. Waarom gaat het niet over de onderdrukking van vrouwen in de samenleving? Mogen misschien hier in Nederland die verhoudingen wat beter lijken te zijn. Maar er is wat dat betreft in de wereld nog genoeg aan de hand. Ook in landen waar het christendom min of meer de dienst uitmaakt. Hè, zoals laten we zeggen in Zuid-Amerika en in sommige Afrikaanse landen. Dus ik vind dat om allerlei redenen vanuit deze historische achtergrond niet zo verstandig om zo'n tekst die een polariserende en polemiserende functie heeft binnen de Amerikaanse theologische situatie. Hè, daar wil men nu orde op zaken stellen. En sinds de 80e jaren gaat dat dus met de ene verklaring na de andere. Hè, men zit een beetje de strijd van het begin van de 20e eeuw weer te herhalen. Dat is typisch voor zo'n gigantisch groot land als Amerika, met zoveel verschillende grote kerken. Maar wij hebben hier het poldermodel, wij blijven praten met elkaar en we doen dat in stilte en alle rust. En laten we het verder aan de Heilige Geest over. Je voelt hier zo'n Amerikaanse neiging om de boel op scherp te zetten en te forceren. En ik vind het jammer dat die weg gekozen is in de Nederlandse situatie en ik vind het eigenlijk ook niet gepast. Fragment 2. De preambule van de Nashville Statement is om veel redenen wel heel interessant. Ik moet zeggen, toen ik dat begon te lezen, las ik over een paar dingen heen waar ik het straks nog over wil hebben. Maar in hoofdlijnen vind ik het wel heel belangrijk wat daar gezegd wordt. Kijk, dat is de gemeenschappelijke kant van die Nashville Statement met heel veel mensen die zich toch identificeren met de orthodoxe traditie. En dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik zie mijzelf wel als een orthodoxe christen. En dat betekent toch wel wat anders dan wat zij eronder zouden verstaan. Ze hebben het over bijbelgetrouwe christenen die ervaren dat ze leven in een historische overgangssituatie. Nou vind ik dat al heel lastig, want je kunt een overgangssituatie pas al zodanig betitelen als de overgang compleet is. Hè. Maar goed, ik begrijp wel ongeveer wat ze bedoelen, maar er zit een wat ongelukkige gedachtegang achter. Goed, de westerse cultuur is in toenemende mate postchristelijk. Ja, maar dat is ook weer mijn punt, dat de westerse cultuur toen ze nog christelijk was, eigenlijk, laten we zeggen, pre-christelijk gebleven is. Hè? Dat is een heidense westerse cultuur geweest die alleen maar aan de buitenkant gekerstend is. Hè, dus het idee dat er nu een crisis ontstaan is omdat christelijke normen en waarden in de samenleving wegvallen, dat zegt mij niet zoveel, want die christelijke normen en waarden die zijn van meet af aan, op het moment dat Constantijn de macht krijgt en het christendom tot enige toegestaande religie wordt wat later, zijn die zogenaamde christelijke normen en waarden zijn gewoon Germaanse normen en waarden met een christelijk referentiekader. Kijk maar naar de machtspolitiek van de pauze, kijk maar naar de strijd tussen katholieken en protestanten die elkaar toch echt naar het leven gestaan hebben. Ik wil niet zeggen dat die strijd helemaal nergens over ging in de reformatie, natuurlijk wel. Maar het idee dat een katholiek Spanje strijdt met een katholiek Frankrijk wil toch wel wat zeggen over die zogenaamde christelijke samenleving of die christelijke cultuur die er zijn geweest. Maar dan gaat deze preambule zeggen, menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen. Dus dan zit je in diezelfde eerste linia. Dan gaat het al meteen hierover. Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot zijn eer. Dat is een soort van Calvijnse formulering. Hè? Je ziet dat vaak trouwens in dit soort verklaringen. Er komen allemaal brokjes hier vandaan. Dit is dan solideo gloria. Hè? God heeft mensen geschapen tot zijn eer. Is dat nou puur zo? Is dat nou een goed theologisch uitgangspunt? Dat wordt gewoon verondersteld. En dat zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Je krijgt, God heeft de mens geschapen tot zijn eer. Een prachtig uitgangspunt, vind ik. Wat dat betreft mag ik Calvijn best wel. En dan zie je die enorme concentratie ervan in één klap
op ons menselijk zelfverstaan, dan denk ik plotseling dat je in een filosofische context staat, als mannelijk en vrouwelijk. He, dus het is gemeengoed geworden dat dat zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veel meer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Ja, dat is een schijnbare tegenstelling. Met andere woorden, ofwel je zegt mijn man zijn of mijn vrouw zijn is onderdeel van Gods plan, of je zegt mijn man zijn en mijn vrouw zijn is puur een kwestie van mijn autonome vrijheid. Nou, ik denk eigenlijk dat er praktisch niemand is die zegt ik heb ervoor gekozen om man te zijn. Ik denk dat we allemaal op een of andere wijze toch wel snappen dat dat man zijn in onze lichamelijke natuur is opgesloten en dat onze cultuur dat in hoge mate ook bevestigd en gevormd heeft. Dus het idee dat wij in onze samenleving zeggen dat mannelijk en vrouwelijk zijn een kwestie is van autonome voorkeur, dat kan ik mij eigenlijk niet goed voorstellen. Maar dat is wel de weg waarop die preambule de zaak in diagnose stelt. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren. Nou, ik moet werkelijk zeggen dat ik zo'n zinnetje, als ik het dan een beetje begrijp, toch de diagnose die daarachter zit erg kortzichtig en simplistisch vind. De samenleving die onteert God en die onteert zijn schepselen omdat we in plaats van ons te laten leiden door onze natuur, waarbij wordt aangenomen dat dat gelijk staat aan Gods scheppingsdaad, onze natuur, laten we ons leiden door onze vrije keuzes. Hè? Dus op een goed moment word ik wakker en dan zeg ik maandagochtend, nou, ik ben een vrouw vanaf nu en ik ga vrouwenkleren dragen en iedereen moet accepteren dat ik een vrouw ben. Alsof dat een reële keuze van mensen dan zou kunnen zijn. Hè? Ons zelfverstaan, moet ik hier als filosoof ook zeggen, is geen kwestie van autonome of willekeurige voorkeur. Mijn zelfverstaan is helemaal niet zomaar een vrije ontwerp. Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft, maar laat ik voor degene onder de luisteraars die nog een beetje filosofie hebben gestudeerd, laat ik maar zeggen, denk maar aan Heideggers begrip geworpenheid. We worden in het bestaan geworpen, we krijgen een reeks van mogelijkheden en alternatieven voor ons. Het gebied van onze vrijheid is buitengewoon klein. En zeker ten aanzien van onze seksualiteit blijkt over het algemeen dat we maar weinig te kiezen hebben. Althans wat betreft seksualiteit zoals die ons definiëren kan. Het is wel waar dat we weer meer mogelijkheden hebben om ons leven en soms zelfs ons lichaam aan te passen aan wat wij ervaren als onze werkelijke natuur. Maar dat is heel iets anders dan dat mannelijk en vrouwelijk een kwestie van autonome voorkeur zou zijn. Dat is werkelijk een gigantische overdrijving en dan krijg je een soort van tegenstelling. Als je dan niet aanneemt dat je zelf mag bepalen of je mannetje of vrouwtje bent, dan moet je dus voldoen aan het Bijbelse schema en hun opvatting. Het Bijbelse schema dat is ook binair, puur exclusief, zeg je bent of een mannetje volgens het schema of je bent een vrouwtje volgens het schema. Ja, en ook weer typisch voor dit type van statement, dat is de neiging om een crisissfeer op te roepen. Tweede alinea van de preambule. De seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heer Jezus Christus haar bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? O wee, o wee, o wee. Er staat nogal wat op het spel. Of zal zij vasthouden aan het woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte zijn weg verkondigen als de weg des levens? Nou, het is heel duidelijk, als je het niet met de verklaring eens bent, dan heb je dus je duidelijkheid en je moed verloren en ben je opgegaan in de tijdgeest. Nou, dat is dus die polariserende functie van de verklaring, gekoppeld aan dat idee van dringendheid. Er is een crisis gaande. Er is helemaal geen crisis gaande. Ja, er is een crisis gaande, maar die gaat niet hierover. Die gaat niet over dit punt. Het is wel van belang dat wij proberen aan onze Bijbelse overtuiging vast te houden. Maar het is helemaal niet waar dat onze Bijbelse overtuiging wegvalt als we niet zo nadrukkelijk kiezen voor één bepaalde oplossing van levensproblemen zoals die hier in
de tekst staan. Er is veel meer ruimte voor verschil van mening en voor samen zoeken naar de juiste weg en voor het tolereren ook van opvattingen die niet exact hetzelfde zijn aan de onze. Ja, wat moeten we dan bijvoorbeeld met de homo's, als ik het zo even mag zeggen, die gelovig zijn, hè? Die in de Heer God geloven, die zich aan Christus gegeven hebben, die christen zijn. Wat doe je daar dan op een gegeven moment mee? Dan kan je toch niet zeggen, ja, maar je bent homo en Christus heeft jou heus niet aangenomen. En je kan niet bekeerd zijn of wat dan ook, tot geloof gekomen zijn. Ik bedoel, hoe zou Jezus hierop reageren? Hè? Hoe zou Jezus, als hij nu er zou zijn, hoe zou hij dat zeggen? Wat zou hij zeggen? En zou hij het zeggen? Of zou hij apart met ze gaan praten? Of ja, ik weet het niet. Het is zo moeilijk. Jouw vraag brengt mij ertoe om even te kijken naar artikel 12. Want daar zie je wat ze daarmee doen. Hè? Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft. Nou, dit is een mooie opmaat om nu een dilemma te gaan schetsen. Er zijn twee mogelijkheden. Hmm. Ik lees nog even verder. En dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen. Dus als je een volgeling van Jezus bent, dan word je in staat gesteld om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Here waardig is. Dat is een omschrijving van genezing van homoseksualiteit. Hè? En dan volgens het patroon eerst een bevestiging, dan een ontkenning. Wij ontkennen dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven. Vooruit dan maar. Dan worden ook mensen die overspel bedrijven dus vergeven. Of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonde aangetrokken voelen om hun leven in heiliging te leven. Ja, daar zit in ieder geval dit in. Ben je homo en zit je in de kerk en pretendeer je een christen te zijn, dan zul je op die weg van de verandering moeten komen te staan. Die zondige verlangers moeten gedood worden. En je moet leven op een wijze die de Here waardig is. Hè. Dan gaan mensen zeggen, ik ken iemand en die is genezen en die gaat nu met een meisje trouwen. En na 10 jaar gesprekken is het dan eigenlijk zover. Maar als je nou niet verandert, als het nou niet lukt, als iemand nou die zondige verlangers blijft houden, ja, dan zal men zeggen, je bent dus geen echte christen. Het is bijna hetzelfde dilemma als met gebedsgenezing. Als je dan niet geneest op grond van het gebed of de handoplegging, dan heb je dus niet werkelijk geloofd dat de Heer jou genezen kan. Je bent geen echte christen. Of je bent wel een echte christen, maar je kiest om niet te veranderen, wat dan weer een nieuwe zonde is. Of je kiest wel om te veranderen, maar toch verzet je je tegen Gods macht en genade. Dan heb je hier 3 opties. Dus wie als homo niet geneest van zijn homoseksualiteit, is of geen echte christen, of zondig door niet te willen veranderen, of kiest er wel voor, maar blijft zich toch verzetten tegen Gods macht. Dus er is eigenlijk geen uitweg voor. En dat is dus weer die polarisatie, die dan zegt een van homoseksuele christenen, van ja, jullie doen niet echt mee als je er niks aan doet om genezen te worden. Terwijl het een bekend feit is dat die genezingen eigenlijk nooit slagen, omdat je gewoon niet bij machten bent, met welke soort van therapie dan ook, een fundamenteel aspect van je eigen natuur te wijzigen. Dat kan helemaal niet. Nee, en dat kan ook niet met een operatie. Nee. Dus dat is heel anders. Nee, met een operatie. Ja, kijk, je kunt je wel laten ombouwen tot vrouw of zoiets dergelijks. Hè? Maar dat is nog erger. Dat is transgenderisme. Ja. Maar als we het gewoon over homoseksualiteit hebben, hè, de feitelijkheid spreekt zo'n stelling al tegen. Goed, dat was het weer voor deze vrijdag. Ik ben er een beetje, ja, ondersteboven van, zeg maar, van dit onderwerp eigenlijk een beetje zomaar. Het is heel interessant om de waarheid te doorgronden, de foutjes te ontdekken, de manier van hoe ze dat naar buiten brengen, enzovoort, enzovoort. En uiteraard de hele inhoud.
Ik heb er een klein beetje hoofdpijn van, al ben ik eerlijk. Maar ik vond het ook heel interessant, want kijk, ik kan wel wat gaan roepen uit emotie. En dat heb ik in eerste instantie ook wel gedaan, toen wij met z'n tweeën erover aan het praten waren. Maar dit is veel belangrijker, zo. Mm-hmm. En alle rust met concrete zaken. En ja, dankjewel. Weet je wat het verschil is tussen ons en die Amerikanen? Dan om nog één gedachte daarover uit te spreken. Ik weet zeker dat John MacArthur in zijn hele leven nog nooit echt een gesprek heeft gehad met een homoseksuele collega. In Nederland ligt dat heel anders. Ik heb een collega gehad, homoseksuele collega gehad. En ik zal je eerlijk zeggen, toen was ik nog een stuk jonger dan nu. En ik had echt het gevoel van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Want hij is heel sterk met christelijke ethiek bezig. En hoe kan het nou dat hij toch die levensstijl erop nahoudt? En dan zijn er vaak onverwachte momenten waardoor je gedachten gaan veranderen. Hè? Soms kom je er theoretisch en intellectueel helemaal niet uit. Maar toen was ik een keer bij hem thuis, samen met de rest van de staf. En toen raakte ik in gesprek met zijn vriend. Inmiddels zijn ze getrouwd, maar dat was toen nog zijn vriend. En daar had ik een alleraardigst gesprek mee over allerlei zaken. En ik was totaal vergeten dat dat de vriend was van mijn collega. Ik was totaal vergeten dat het homoseksueel zou moeten zijn. Dat speelde helemaal geen rol. Het was gewoon een hele aardige man met wie ik een heel goed gesprek heb kunnen voeren. En toen ik naar huis ging, aan het eind van die avond, toen dacht ik, ja, zie je wel, het doet er dus ook helemaal niet toe. Het feit dat hij in zijn eigen huis een andersoortige seksuele relatie heeft dan ik thuis heb, is helemaal niet relevant. En de volgende gedachte was, ja, het is wel relevant, want hij hoort bij een minderheid die het vaak heel moeilijk heeft gehad. En die voortdurend het gevoel heeft bij een minderheid te horen. En dus de veroordeling en de minachting van de rest van de samenleving voelt. Het doet er dus wel toe, maar het doet er dus toe in die negatieve zin. Hè, dat ik eigenlijk veel meer mededogen zou moeten hebben met de situatie waarin hij gekomen is. Dat laat onverlet dat ik als Bijbels theoloog zou kunnen zeggen, ja, wacht even. Maar toch kan het eigenlijk niet. Misschien dat ik daar toch nog wel op uit zou moeten komen. Maar tegelijkertijd, pastoraal gezien, is er geen sprake van dat ik zo iemand een pamflet in zijn gezicht zou kunnen slingeren van, hoor eens eventjes, je bent niet eens een christen, je kunt geen christen zijn, want je hebt. Zo moeten we toch niet met elkaar omgaan. Misschien dat we, dus sommige gesprekken die wij voeren over verschillen van mening, die zullen naar mijn overtuiging pas op de jongste dag worden opgelost. En ik denk dat dat stukje onzekerheid en onwetendheid dat wij ook hebben. Hè, we zien nu door een beroerd glas, zegt Paulus, die onwetendheid. Die mogen we best wel eens uitspreken. Dat is misschien het allerergste van de Nashville Statement. Dat is de volstrekte, absolute zekerheid waarmee een waarheid wordt geponeerd en vervolgens het gesprek erover wordt afgekeurd. Want wie het er niet mee eens is, kan geen christen zijn. Nou, dat wil ik hier maar even goed hebben tegengesproken vanavond. Juist. Nou, we hebben het gewaagd. We hebben het gewaagd. We zien wel wat ervan komt. En we gaan volgende week gewoon door. Als u opmerkingen heeft, tegenspraak, hoort erbij. Discussie wilt hierover. Als u een andere mening heeft, laat ons dat gewoon weten. We willen daar in dezelfde rustige sfeer mee omgaan. Ik wijs er nog even op dat aanstaande vrijdagavond op Spreaker.com het tweede deel zal geplaatst worden van de bespreking van de Nashville-verklaring, ook dan als een onderdeel van de reguliere uitzending van Koinonia Live. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.